Ja, het is vandaag de dag van de vrachtwagenchauffeur. En ik ga er een aan. Er komt er toevallig een aan. Die ga ik even tegenhouden. We gaan eens even vragen of we een stukje mee kunnen rijden. Kan ik even meerijden? Een stukje. Ja hoor. Ja? Ja. Kom mee. We gaan een stukje meerijden. Ja, wij hebben vandaag de dag van de vrachtwagenchauffeur. En we zijn heel benieuwd waar een vrachtwagenchauffeur in Den Haag nou tegenaan loopt. Kan je een beetje doorrijden in Den Haag bijvoorbeeld? Nou, de laatste tijd de openbrekingen niet, nee. Nee? Nee. Chaos? Chaos, ja. Ja, en hoe was het in COVID-tijd? Was het in Den Haag een beetje doorkomen? Ja, het centrum was gewoon toch wel druk hoor. Dat is onveranderd. Ja, ja. Fietsers, ja. En dan om terug te gaan naar het Megastor via de Vianda. Maar alles wat er omheen ligt, gewoon allemaal ja, druk en vast. Ja, oké. Dus omdat dat een gedeelte van die parallelweg nu dicht is, want dat is natuurlijk ook een kleine slagader wat ze al gesloten hebben. En je moet allemaal omrijden en als die stoplichten maar 2 of 3 auto's doorlaten, dan sta je toch ellenlang lekker te wachten. Voor om in plaats van bestemming komen misschien op een paar 100 meter dat je gewoon een kwartier kwijt bent. Dat kost gewoon geld. Ja. Kijk. Wordt ook steeds moeilijker gemaakt met die paaltjes, kleine straatjes, op plaats van bestemming. Ik zeg, we hebben ook tegenwoordig meer privéadressen van gascoupons, wat in het hoogseizoen is van april tot oktober, ook wel in de winter, maar dan niet zoveel. En dan kom je toch ook wel, dan hebben wij ook jongens op ons bedrijf, die komen dan met een driassa ergens waar je gewoon helemaal niet kan komen. En dan is dat toch ook wel zweten voor die jongens, hoe of wat. En dan moet je toch uitkijken voor de veiligheid. Ja, laat zo'n man eens een keer meegaan met een vrachtwagenchauffeur. Ik noem maar even een dilemma om voor te stellen, hè, dat ze het zelf zien. Ja. Hè, wat er gaande is en hoe of wat. Ik denk dat dat ook wel een stukje helpt. Ja. Voor het inzicht daarvan, in ieder geval al. Ja. Hey, leuk dat we even met je mee mochten rijden, Ton. Succes verder. Ik ga mijn jaren weer volmaken. En je weet het, als je langs de weg ineens allemaal mensen ziet staan met koekjes en drank dat ze je aan willen bieden, dat komt omdat vandaag de dag van de vrachtwagenchauffeur is. Oh.